Instagram is één grote façade. Het is zo nep als het maar zijn kan. Spontane foto maken, zodat het lijkt of het allemaal echt is. We can do a search for Instagram accounts that have fake followers. Katy Perry has almost 20% fake followers. Zou jij nu zomaar mijn account ook kunnen boosten? Dat is goed. Is het 10.000? No filming in the lobby. No filming in the lobby? Nope. 10.160. Ik ben opeens celebrity. Ja, hier zie je gewoon twee kinderen in een zwembroek. Dat is mijn nieuwe volger. Hoe dit nou werkt, snap ik niet. I have had an Instagram account since 2014. Since then, I have shared a total of 369 photos and videos, and I've got almost 5,000 followers. I'm on it every day, looking around to see what others share. And when I share a photo, I tend to check my likes a bit too often. Instagram is a parallel world, with filters that make everything look better. The more followers and likes you have, the more you seem to matter. Forget Facebook and Twitter. With 1 billion users, Instagram is the social medium of the moment. Pop stars, politicians and even the Pope, they all have a voice here. Komend half uur kan je me vragen wat je wilt. Ik sta hier dalle 19:30 voor Laura. How important is Instagram to you? Honestly, it's my whole life. Like, that sounds horrible. But I love it, and like I feel like I keep my whole life on there, and if anything happened to it, I would be broken. When you wake up, I look at Instagram. I give them my Instagram firsthand instead of my phone number. Sometimes I notice that some people, if they see that you don't have a lot of followers, they're like, oh, okay, cool, right, bye. Instagram is a shopping window. We promote ourselves and companies. Posts are the new billboards. Likes and followers, the new currency. This year, over 5 billion euros will be spent on advertising on Instagram. A whole new industry has emerged. But how does this industry work? Who are the winners? And who are the losers? And what's happening behind our screens? Oliver is 19 years old. With 10,000 followers, he's on his way to becoming a big fashion influencer. Is dit een goede look? Ik denk van wel. Op beeld vind ik hem heel leuk. Vooral die jas doet het heel goed. En die combo van de felle trui en die zandkleurige broek. Vind ik hartstikke leuk. Influencers are Instagram stars. Their followers seek their guidance for what to see, eat, drink and wear. Every influencer is a brand in itself. And it's keeping Oliver quite busy. Ik probeer bijna elke dag te posten. Omdat ze zeggen dat de beste groeifactor is. Beste groeifactor? Ja, zoveel mensen je steeds gaan zien en dan na een tijd denken ze, ah, dat is Olivier weer, snap je? Yep. En groei je nu hard genoeg? Ik groeide normaal met 150 per week. Wat best oké is. Maar nu, omdat het algoritme weer veranderd is, gaat dat achteruit. Maar daar ben ik momenteel aan het werken, strategisch, om daar iets op te verzinnen. New face filters on Instagram today. This is my favorite one so far. Nice job, team. In 2012, Instagram was bought by Facebook, and Mark Zuckerberg introduced the algorithm. From then on, the computer decided who or what mattered. Posts used to appear chronologically. Now, Instagrammers with lots of likes and followers are given priority. It's now a lot harder to attract attention. That's how the fight against the algorithm began.
Today, we're talking about that big scary algorithm. Maybe you're someone who wants more followers. Some of you may or may not know yet, but Instagram has changed their algorithm. If you think the algorithm is bad, you're a loser. So right now, whenever you post something on Instagram, there's a chance that only 10% of your audience will see it. The way you can trick it and a really cool hack is literally by liking and commenting on everyone who liked your post. But it all starts with a good picture. Ik wil ook een foto daar, als ik daar dingen overloop. Zebrapad. En dat is ook wel leuk, omdat de zon nu zo staat. Heb je een beetje een sunny shot en dan kan je zo doen. Wat ook nog wel sassy is op foto. Een beetje bitchy, maar toch niet bitchy. Dit zijn hele herkenbare plekken, maar het helpt dus als mensen het herkennen. Ja, denk het wel. Als je ook bijvoorbeeld in het buitenland, kijk, als je in Parijs gaat shooten en je shoot met de Eiffeltoren, mensen klikken daar sneller op, snap je? That one is cute. Ja, oké, we have it. En dat is toch de aim of the game? De likes zijn wel belangrijk. Het zijn echt foto's voor Instagram. Wat zijn dan de do's en don'ts? Het is belangrijk dat je een soort van hook create, waar de mensen aan blijven haken. Het is belangrijk dat de eerste 3 seconden wanneer dat de mensen jouw post zien, of als ze aan het scrollen zijn, dat ze blijven haken. En dan te klikken van, oké, dit vind ik leuk, ik ga hier wat op reageren, of ik share het zelfs misschien. I am Oliver Webber. I am Oliver Webber? Yes. Of 1B? Yes, 1B. Oké. Okay. No, again. But what, do you like this look, or you don't like the look? Just watch that I don't sit like this. Wat is het idee achter deze foto? Een soort van gezellige hamburger date. Gezellig wat eten. En dan een spontane foto maken. Zodat het lijkt of het allemaal echt is. En dan eigenlijk speel je in nu... In principe zou hij dan mij moeten laten lachen. Om dan een spontane foto te maken. En dat is net wanneer dat de foto getrokken wordt. Dat is het hele idee erachter. Let's go. En de hamburger? Die laat ik deze keer achter, maar normaal eet ik het fijn op. Ja. Ik ben geen influencer, ik mag gewoon eten. Dat is de next one. Ja, yeah, that one. Je bent hier heel druk mee bezig. Ja. Wat wil je? Uiteindelijk om de grootste mannelijke fashion influencer te worden van deze area. En dat wordt dan je hele baan met geld verdienen? Ja, dat is het doel. If you have an outstanding account with lots of followers, you'll be noticed by IMA, a marketing agency that focuses on influencers. Waarom willen jonge mensen influencer worden? Wat is de droom? Vrijheid, denk ik. Je hoeft niet voor een baas te werken. Je kan je eigen ding doen en je verdient geld met door te delen wat je passie is. En als je van je hobby je werk kan maken, ik denk dat dat voor iedereen de droom is. 22-year-old Marit is influencer manager. Companies like Samsung, Nivea and Philips use Instagrammers to reach a young audience. It's booming business. Hoeveel mensen werken hier in totaal? Volgens mij zitten we nu rond de 90. 90. Vorig jaar waren we nog rond 50, dus het is eigenlijk gewoon verdubbeld. Dus de business gaat goed? Zeker. We zijn ook nu in New York geopend. Ongelooflijk. Ja. Ja. En wat voor campagnes maak je dan met influencers? We hebben bijvoorbeeld pas voor een vodka-merk hebben we mensen meegenomen naar Ibiza, influencers. En zij waren dan uit verschillende landen in Europa. En we namen hen eigenlijk mee om een soort van vakantie te geven. Waardoor ze dus een band op kunnen bouwen met het merk. En ook hun volgers kunnen laten zien wat ze eigenlijk op Ibiza aan het doen waren. Het merk geeft dus een reis. Maar wat geven zij terug aan het merk? De content die ze dus creëren, dus de foto's, de video's, waardoor ze dus ook het merk promoten. Want het is wel zo dat we een bepaalde hashtag bij elke campagne doen. Waardoor mensen weten dat ze met dat merk op vakantie zijn. En zijn er dan harde afspraken over? Zo van, jullie mogen mee op reis, maar we willen ervoor terug zoveel content. Ja, we spreken echt precies af wat er minimaal gepost moet worden. We maken een hele briefing, dus een hele presentatie over wat voor soort foto moet het zijn. In dit geval wilden we gewoon dat het niet te duidelijk was, maar wel dat ze de visie van het merk in hun foto verwerkten. Dus fun hebben met vrienden, misschien met een cocktail in hun hand, dansend, om gewoon een beetje
echt te laten zien hoe de vakantie was. Dat mensen doorkrijgen van, oh, maar ze is echt heel geïnteresseerd in dit merk. En ze doet niet zomaar even een post om geld te verdienen. En dan zie je dat, dat er een oprechte connectie is. En dat is wat wij proberen tot stand te brengen. Maar wie heeft een echte connectie met Wodka? Misschien niet met Wodka, maar wel met de visie van het Wodka-merk. Hier zie je dus bijvoorbeeld dat we niet het merk heel sterk hebben laten zien, maar het heel natuurlijk hebben verwerkt door gewoon een cocktail erbij te nemen. En dat ze eigenlijk een gesprek aangaat met haar volgers. Ze stelt de vraag en daardoor krijg je en reacties, waardoor dus ook, dat noemen we engagement, dus hoeveel likes en commentaar krijg jij op een foto. En als dat omhoog gaat, dan zijn de resultaten van onze campagnes natuurlijk hoger. En Instagram werkt zo, des te populairder jouw foto is, des te meer mensen hem zien. Dus des te sneller mensen op jou gaan reageren, des te meer van jouw volgers de foto gaan zien, des te hoger onze resultaten voor het merk zijn. Is dit een nieuwe reclame? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen op andere mensen vertrouwen in wat ze willen kopen, in plaats van op een advertentie. Want dat weet je, dat gaat vanuit het merk. En nu gaat het vanuit een persoon die jij volgt. Dus het is veel persoonlijker en er zit gewoon vertrouwen in. Advertisements have been replaced by influencers. They make good money. That's where the manipulation begins. I found out that there are many suppliers of followers on the internet. You can simply buy them. On Marktplaats, the Dutch eBay, somebody is selling a complete account, including followers. Goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Nicolaas van de VPRO. Hallo. Ik zie jouw aanbiedingen op Marktplaats om Instagram accounts te verkopen. Ja, dat ben ik. Oké, wat verkoop je precies? Ik verkoop Instagram-accounts met het aantal volgers dat u zou willen. En dat kan je gewoon kiezen? Ja, dat kan u. U mag zelf bepalen hoeveel volgers u dan wilt. Dus ik kan gewoon zeggen, ik wil een account met 10.000 volgers? Een account met 10.000 volgers zou voor mij 35 euro kosten. 35 euro? 35, ja. Dat is heel goedkoop. Ja. En waar komen die volgers vandaan? Internationaal. Mag ik vragen hoeveel je er al verkocht hebt? Ja, ik denk... Ja, dat zou ik liever niet willen zeggen. Oké. Waarom niet? Nou, dat is een beetje met de privacy. De privacy? Ja, en bijvoorbeeld de belasting. Ja, die mag het niet weten. Nee, eigenlijk niet. Hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ja, ik ben 15. 15? Ja, 15. Kan je een tikkie sturen? Ja, oké. Ja. Oké, dan heb ik nu betaald. The first 7,500 followers appear in my new account. These are my new online friends. From all over the world. Some accounts look real. Others are not very credible. And some are very, very young. Ja, hier zie je gewoon twee kinderen in een zwembroek. Dat is mijn nieuwe volger. Hoe dit nou werkt, snap ik niet. Knock, knock. Who's there? Instagram. Instagram who? Instagram, who viewed my page? Who followed me? Who liked my photo? No one? Ouch. Relax. If you're struggling to promote your profile, you're not alone. A simple search produces a bunch of follower suppliers. Their websites look professional, as if it's the most natural thing in the world. According to boostfollowers.nl, nothing is more awful than being a nobody on social media. Ze schrijven hier het volgende op de site. Laten we eerlijk zijn. Populariteit wordt vandaag de dag snel gekoppeld aan hoeveel volgers iemand heeft op social media. Of we dit nu willen of niet, het gebeurt gewoon. Het is dus erg makkelijk om je populariteit een boost te geven. The websites just list general email addresses. I've contacted many, but none of them want to talk to the press. Via other routes, I get in touch with a fake accounts trader. After a long discussion, he is willing to talk. To give more publicity to the fake follower industry. But he only wants to talk anonymously. In a hotel, near a highway. Hij zou nu moeten komen ongeveer. Nog niks gehoord. Hey man. Ja. Nicolaas. Oh.
Ja, zo ben je vrij onherkenbaar. Ik zelf beheer meerdere websites. Het is eigenlijk zo dat als je in Nederland volgers wilt kopen, dan kom je op een van mijn websites terecht. Mocht je in andere landen je volgers willen kopen, komt het indirect ook bij mij terecht. Echt? Ja. Dus ben jij dus echt een hele grote speler? Ja. Ja. Eerst eigenlijk wat ik graag wil weten is, hoe zou jij je beroep omschrijven? Ja, eigenlijk social media management. Mensen bekendmaken op Instagram. Ja. Als je veel volgt op Instagram, ben je een superster. Dus omdat iedereen opeens een weg heeft om bekend te worden, om hun dromen te verwezenlijken, heeft het ook een prijs gekregen. Want mensen kunnen dat in principe op dit moment kopen. Dat is eigenlijk jouw handel? Ja. Een verkoop van status, ja, en fame. Ja, bijvoorbeeld fashionbloggers die graag meer volgers in de fashion niche willen hebben, zodat zij naar H&M kunnen stappen en kunnen zeggen, hey, ik heb een miljoen geïnteresseerde volgers in fashion, laten we een sponsordeal doen. Want je maakt, ja, hoe maak je iemand groot? Door te beginnen met een klein aantal nepvolgers te sturen, bijvoorbeeld 10.000, 20.000. Dat is weinig. Dat is weinig. Dat zijn eigenlijk door computers gemaakte, ja, profielen. Ja. Want ik heb ze gezien, en sommigen hebben inderdaad maar één foto en volgen heel veel mensen en maken bijna geen berichten. Maar je hebt ook wat die er gewoon uitzien als echte types. Klopt. Ja, je hebt natuurlijk ook gradaties in die nepvolgers. De echte nepvolgers die zullen bijna geen posts hebben en die hebben hele rare namen en soms ook geen profielfoto. Een stapje verder zijn eigenlijk profielen die één op één worden gekopieerd van willekeurige mensen op het internet. Die worden gewoon gekloond. En wie steelt dat? Het is eigenlijk heel simpel, want we hebben dus een soort webserver en die is de hele dag op zoek naar Instagram profielen. En daarvan pakken we de profielfoto en de biografie en dan maak je dan weer een nieuw profiel van. Dus op die manier klonen eigenlijk jouw profiel. En is het, mag je wettelijk profielen kopiëren? Ik denk van niet. Aan de andere kant, als jij foto's op Instagram plaatst, dan moet je ervan bewust zijn dat het altijd overal terug te vinden kan zijn. Ja. Dus ik kan ergens een kloon hebben, ja, rondzwerven op Instagram. Dat klopt. Waar worden deze accounts gemaakt dan? Staan er ergens servers te draaien in Nederland of hoe werkt dat? Nou, de meeste servers staan in India. Vroeger waren dat clickfarms. Ja. Dus dan waren dan echt mensen die echt letterlijk jou zaten te volgen met de hand, zeg maar. Ja. En tegenwoordig is er gewoon software ontwikkeld om dat digitaal te doen. Het kan veel sneller. Zou jij nu zomaar mijn account ook kunnen boosten? Ja. Is dat iets gewoon wat je dan meteen kan doen? Nou, we kunnen bijvoorbeeld op je meest recente foto of zo likes zetten, reacties. We kunnen op jouw volgers zetten. Gewoon letterlijk als je het wilt. Zo. Ja. Hashtag fame. Zo. Fame. Ik heb hem nu geplaatst. Ik kan het likes opleuren. 10.000. Okay. En normaal op foto's krijg ik er 200 max, 300 als ik een selfie maak. En een gewone foto krijgt 150 of zo. Zie je dat de likes beginnen? Ja. Ja, jeetje, hé. 118 likes al. 2 minuten of zo. Voor mij zit je op 1000 nog iets. Ja, dit gaat zo snel. My god. Dat is echt niet normaal. Oh, bijna 3.500. Nee joh, 4.000. 6.000 likes, ik ben opeens een celebrity. 10.160. Nou, hoe voel je je nu? Ja, je krijgt toch een rush. Ja. Dat is zo gek, want je denkt toch, nou, doe even normaal. Ja. Ik ben opeens heel populair. Maar je kan eigenlijk dus alles viral laten maken wanneer je wil. Ja. Maar dat is echt voor nu, zeg maar in 2018, dat is zo macht eigenlijk. Ja. If you want to be somebody on Instagram, you can just pay for it. My view on influencers will never be the same again. I am in New York, the most photographed city on Instagram. De straat waar we staan is eigenlijk al een soort Instagramstraat. Er worden overal video's gemaakt en foto's. I can't help but wonder what strategies are behind these poses. Who is buying fake likes and followers? What's the scale of the fake accounts problem? I hope to get answers from Instagram, but it's hard to get in touch with them.
Hier in New York zit het hoofdkantoor van Instagram. En we hopen heel erg dat ze met ons willen praten over de fake accounts en wat zij eraan willen doen. We hebben al een mail gestuurd en ik ga ze nu eerst even proberen te bellen. Thanks for calling Instagram. We're sorry we're unable to answer your call at this time. For most situations, we are unable to provide. If you are a reporter on deadline, please hang up and email. So you have to have a key card or someone in the building has to have you on a list to get upstairs. Like they won't even let you to the elevators. Ah, all right. Instagram isn't talking to us yet. So I visit Dovetail. The company represents transparency and earns money by revealing the drawbacks of Instagram. Hi. Hey, Nicholas. Hi. What's going Nicholas. On? How's it going? Good, good, good. Yeah, good to finally meet. Yeah, although my voice is a bit gone. Yeah. Dovetail detects fake followers. That information tells brands whether they are working with credible influencers. Business is good. Mike works for Mercedes, Universal, and Starbucks. How old are you? Me, personally, or the company? You? So I'm 28, and the company is just under 2 years old. So there's seltzer water here. The Instagram economy is built sort of like the Wild West right now. Everyone's trying to figure it out, right? So it's like you've got your bank robbers, which are the fake follower factories. You've got the brands and agencies that are trying to get, you know, something from A to B. And then you've got the bank robbers that are sort of just taking a little piece of something in the middle. And those people are certainly making money. Brands and agencies are certainly making money. Influencers are making money. No one really knows what's happening. The fake follower factories are just arbitraging the current system. So they're saying, we want to extract value from this. We're just going to take a little piece of it. And if you dissect the industry like we have been, you just see the scale at which this stuff is being done and the money that is being made doing it. And because it's not illegal, people just go and do it. Mike's software detects anomalies. It analyzes account growth rates, follower origins, as well as the number of comments and likes an Instagrammer gets on average. By combining these numbers, Mike can identify fake accounts. He calls them bots. Can you show me like the accounts with a lot of bots? Yeah, absolutely. So we can do a search for Instagram accounts that have fake followers. Now I'm looking specifically for people that have at least 20% of their audience fake followers. So now this search is being done. You can see all the growth momentum is pretty quick. This guy has 53.6 thousand followers. He's got almost 200% 7-day growth. He grew a lot. He did grow a lot, and I think that this is something that we look at a lot here, showing now the fake followers here has almost 43% of the following being fake. Right. So I love these accounts. This is what I call staircasing. Bot companies think they fool us by doing this stuff, but they buy followers, they lose those followers, they buy those followers again, and then they lose those followers once again. Can you show me some big accounts with bots? Yeah, we can go in and search Dovetail for some of the largest influencers in the world. Katy Perry is one of the largest influencers in the world. Taylor Swift, Selena Gomez, Cristiano Ronaldo, these individuals. And I can pretty much guarantee you that I click on any one of these accounts for lists on end, if they have more than 100 million followers, that you know, I can show you that they're going to have a significant amount of bots. So Katy Perry has almost 20% fake followers. That is roughly 14 million people that are fake. That are fake. Did she buy bots? So you can't tell. That's the thing, right? You can only expose the sort of quality of audience here. So at one point, maybe some of these people, Ariana Grande, Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, maybe those people and their social media teams actually purchase the followers to get higher up. But we simply cannot tell if that's true or not. You need a team to go determine what has happened or contact those vendors and tell them to give you a list of all of their clients in the last X amount of years. Who knows? That's the answer. That's how you get the real answer as to whether someone has purchased those followers or not. Yeah. This is mind-blowing also a bit for people who don't know. Because all you see is this glamorous page. Yeah. You don't see the things that are happening behind the scenes. But behind these numbers
That's what we do. Estimates suggest that 100 million fake accounts exist, and they can be found everywhere. In the Netherlands too. I can't resist to have a quick look with my software. An influencer with an erratic growth curve. A famous actress with 13% fake followers. A DJ collective with almost 20%. And Oliver, he has nearly no fake followers. Ik heb hier een Nederlandse schrijver. Hij heeft tussen de 30 en 40.000 volgers. 50% van zijn account komt uit India. 30% uit Turkije. En 7% uit Indonesië. En dat zijn zijn top 3 landen waar zijn volgers vandaan komen. Ja, dat betekent natuurlijk echt dat je... Dit is hartstikke nep. I won't give you any names, because many unknown people aren't doing great either. Er zijn natuurlijk gewoon hartstikke veel mensen in Nederland. We krijgen gewoon duizenden bestellingen per maand binnen. Dus. Ja, echt? Ja. Die komen gewoon binnen op je computer? Yes. En hier zie je eigenlijk hoeveel volgers dan gekocht zijn. Je ziet 250, 1200, 5000, 300. En dit gaat gewoon echt de hele dag door. Iedereen koopt eigenlijk volgers. Zoals mensen nu thuis zitten, influencers, die denken... Ja, maar ik doe het niet. Maar je hebt er sowieso aan gedacht. En jouw concurrenten, die hebben het waarschijnlijk wel gedaan. Ik heb in Nederland ook heel veel klanten. Kinderen die op de basisschool zitten, op de middelbare school. Die gewoon een stukje populairder willen worden. Ah. En dat kan kopen. En dat is vaak wel... zielig dat het moet. Op de basisschool ook al? Ja. Dus echt hele jonge kinderen, ja. Die doen dit al. Ja, en ik heb ook heel vaak ouders die voor hun kinderen volgers kopen. Nee. Ja, de allergrootste sterren in Hollywood, die kopen volgers. Laatst hadden iemand die al 20 miljoen volgers had, ja. En er vervolgens nog 5 miljoen bij bestelde. Waarom? Dat weet niemand. Maar het gebeurt echt de hele dag door. Want jij levert dan ook aan Hollywoodsterren? Ja. Echt? Meen je dit? Ja. En die doen dit ook? Ja. Soms zijn er wel Hollywoodsterren of acteurs die gewoon op de website komen en dan zie ik opeens een bekende naam staan. En dan ga ik toch even kijken of dat Instagram-account dan ook die naam matcht. Ja, dat komt dan gewoon best wel vaak voor. Wat we vaak ook doen voor echte high-profile celebrities, ja. Er moet natuurlijk altijd een reden zijn waarom zij zo opeens zoveel volgers erbij krijgen. Ja. Dus heel vaak doen we ook nieuwsartikelen opeens plaatsen. Dat die celebrity opeens iets meer persaandacht krijgt en iets meer nieuwsaandacht krijgt. Maar jij zit toch niet dan ook in mediapagina's? Ja, er zitten wel in mediapagina's. We kopen gewoon op supergrote mediapages internationaal artikel op. Dat kan in de Forbes zijn, een entrepreneur. Want wie schrijven die artikelen dan? Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon schrijvers zijn voor online blogs. Bijvoorbeeld een BuzzFeed, dat is een supergrote nieuwssite. Ja. En met hele leuke, vette artikelen erop. Maar er zijn natuurlijk meer dan één schrijver. Er zijn mensen werken op die redactie om elke dag gewoon weer nieuwe, vette ideeën te vinden. Ja. Dan heb je ook guest writers. En die kun je gewoon betalen om dat te doen. Dat is niet helemaal legit, maar dat kan wel. Maar dit is zo bizar. Want dan, jij koopt gewoon een internetartikel op. Ja. En dan, daar plaats je dan je celebrities in. Ja. Zodat jij ze achter de schermen kan pushen. Mm-hmm. Maar dit is echt gewoon fraude. Bijna wel, ja. I didn't expect this, but behind those sexy selfies and nice pictures, the chaos is just overwhelming. It's impossible to tell what's real and what's fake. I wonder where this is going. Ti è good Instagram? Good? Ti piace Instagram? Sì. Sì? Bene, bene. All this cheating has turned growing on Instagram into an unfair competition. Sarah Malotti is a photographer. With over 42,000 followers, she's a travel influencer. She used to cheat, and she's one of the few people who regret it and wants to talk. I'm in Milan, and a crew from the Dutch TV is here. They're here filming a documentary called... Follow Me. And it's about Instagram. And the industry behind it, and all the frauds. So you have been on Instagram since the beginning? Yeah, it started as this beautiful creative tool and it turned into a strictly marketing tool now. A number contest. A number game. It became a number game. Numbers are gods today, meaning the number on your social media, the number of followers, the number of likes,
unfortunately determines whether you get work or not as a creative freelancer. Since I quit playing games, I don't grow anymore unless the press talks about me, unless somebody talks about me. That's the only way I grow organically, meaning people follow me because they find my work. Your only way to grow fast is to trick the algorithm, trick the system, trick the people who might be willing to invest because of your numbers on your account. What kind of cheating did you see or do? I was part of a few comment pods. Comment pods are chats, group chats of people that exchange comments. They have a deal that they would like and comment on their, on exactly. Each other's posts. Yes, it's a goods exchange to inflate your popularity, to look popular. Yeah. Okay. So for example, this is a group where people exchange likes. So once you post, you put your link in the chat and then everybody that's in the chat needs to go and like everybody else's stuff. There's 10,000 members in this chat. 10,000 members in this chat, and there's like 20,000 new messages. Yeah. And but there are people really then behind it and liking it? There's the desktop extension that will automatically do it. A robot will do it. That's crazy. It is. That's crazy. This will, this will make you really popular in no time. Yeah. If you do it just for your ego, whatever, you're a moron. But if you get paid for it, that's fraud. Automated networks of real people liking and commenting on each other. Influencers have been doing it for a while. Now, companies are interested in the business model too. Комментор – это система получения живых комментариев в Instagram. С помощью нее твой профиль всегда будет обеспечен комментариями от настоящих людей. Bijna 5 miljoen keer bekeken. Как это работает? Оставляешь комментарии под постами и точно так же получаешь их от реальных людей. Для чего нужны комментарии? А нужны они для получения денег с твоего аккаунта. The boundaries between real and fake are stretched further. In Russia, Commenter is a big hit. Their software enables entrepreneurs to order comments by real people. It makes you look more popular, and you determine the content. Thank you so much. You're welcome. You also take a piece? Я не ем. You don't eat anything? Diet. No? Diet. You have a diet? Yes. Oh, so it's all for me? Yes. Oh. For you. Katya lives in Moscow. She's a mother and freelance entrepreneur. She manages Instagram accounts for local companies. She earns money by making her customer products popular using Commenter. For example, by promoting the fake lashes from a local nail salon. Фотография девушки, у которой один глаз с ресницами, а другой нет. И для того, чтобы была активность на профиле, я в комментариях, в комментарии заказала себе 5 комментариев, на которые должны были ответить четко, цену узнать, какой объем выполнен на фото, какие реснички потрясающие, просто сделать комплимент позитивный. Какая работа очень аккуратно выполнена, ну и, соответственно, стоимость этой работы. И люди отправили мне эти комментарии, я их все приняла, и также их всех им ответила, и потом уже начался поток наших потенциальных клиентов на запрос услуги. It's give and take at Commenter. Katya gets comments for the nail salon if she comments on advertisers. There are clients at Commenter. Это, скорее всего, фотограф, да, это фотограф, и спрашивает, что, в общем, согласен ли ты с тем, что концентрация это самое главное для предпринимателя. Okay, and now you like it, you're gonna comment on this picture. Да, совершенно верно, я отвечу на вопрос, который задан в посте, соответственно, при этом я его прочитаю. В данном задании просит раздать положительные комментарии по теме поста. Но здесь продажа искусственных волос.
точнее даже на 100% натуральных волос. So what kind of comment are you gonna leave here? По заданию необходимо оставить положительные комментарии по теме. Тема здесь, наверное, видео посмотреть, как они красиво смотрятся. So you watch this video and then think, oh, that's really natural hair, and you're gonna... Здесь можно написать, вау, какие классные волосы, я хочу себе такие же. Is that true? No. No? No. Do you feel like it's a bit of lying? Но бывают такие моменты, потому что если мне услуга не нужна, я просто прокомментирую, нравится мне это или нет. Do you ever have, you feel like there's a conflict there? Бывает такое, да. Ты думаешь, в частности, такое бывает с косметологами, когда тебе работа косметолога не нравится, но ты все равно комментируешь, что работа хорошая. Ну, потому что человек в любом случае примет твой комментарий или не примет. И если он запросил позитивно, ты ему сказал негативно, но его отклонит. Зачем тратить время впустую, когда был запрошен определенный комментарий? Следующий комментарий – это татуаж. И тема татуажа – просто скопировать комментарий и вставить в... So now the owner of this tattoo account already write a comment and you need to just copy and paste this comment. Yes. А мне нравится эта работа. По крайней мере, мне можно зарабатывать хорошие деньги. Groups of Russian housewives writing real custom-made comments. Commenter has almost 100,000 comment writers and an unknown number of buyers. How significant is a comment when it was bought? What's the value of a review written by yourself? Everything seems to be possible. Everyone tricks everyone and makes good money while doing it. Stel, je koopt dus status bij jou en je wil met merken werken of zo, kunnen die daar niet achter komen? Dat ligt er dus wel aan waar je ze koopt, maar als je het goed doet, dan kunnen ze er nooit achter komen. Dus waar de influencernetwerken denken dat ze jou kunnen controleren op wat echt of nep is, die hebben het helemaal fout, want alles is gewoon te regelen. We hebben verschillende websites. 20 plus, waarop mensen zich kunnen aanmelden om gratis volgers te krijgen. Oké. Okay. In ruil daarvoor moeten zij hun account, hun Instagram account, met ons netwerk verbinden. Ja. Op het moment dat zij dat doen... Met hun naam en wachtwoord. Ja, met de gebruiksaanwachten. Op het moment dat zij dat doen, hebben wij volledige toegang tot hun account. Het zijn echte accounts. Dat zijn echte mensen en dat zijn geen computergegenereerde accounts. Ja. Maar omdat we dus nu dan opeens miljoenen echte mensen accounts beheren of toegang tot hebben, ja, kunnen al die accounts ook een bepaalde richting opsturen. Dus jij kan ook zeggen, deze 100.000 mensen, die gaan nu in één keer allemaal Nicolas Veul volgen. Ja. En dan ga ik opeens viral. Ja. En dat is echt zo heftig. Ja. Maar dit wist ik echt niet. Ja, dat kan. Yes, cheap. Accounts. Yep. Cloned accounts. Yep. And then real people's accounts. Yep. Which he has control over. Yeah. Yeah, so that's a great example of something that will be impossible to detect. But that's his main focus on his business right now. Yeah. So that's where the regulations comes involved, where it's like actually should be against the Instagram terms of service. And it actually is against the Instagram terms of service to do something like that, because not even a third party like us, that's not a bot account. That's a disingenuous incentivized account. It's a whole other category of account. It's a human made bot. Yeah. Yeah. It's a whole other can of worms. Yeah. Yeah. Is it troublesome? I mean, anything that doesn't reflect the sort of trust that this ecosystem relies on is certainly a problem. So I would be a little bit worried if I was doing that kind of business. Yeah. He's making good money. I bet. He's an entrepreneur. Yeah. Yeah. You got good actors, you got bad actors, and then you got just people that want to make money. We're in luck. Katja is attending the book presentation of Commenter founder Dimitri. I'm
Het is echt heel erg druk. И не хайповый проект. Мы не МММ. Мы из конкретной секты. У нас есть братья-сектанты, есть братья. Просто все бабло идет только нам. Никаких выплат просто вкладчикам. Никаких выплат вообще вам не будет. Вы просто занесете нам деньги, как в нормальной секции. Вот и все. И еще счастливы будете. Еще будете зарабатывать. Так, нужно сделать парахаму. Там написано. Do you like it? Yes. In the Netherlands, those in the growth industry want to stay anonymous. But Dimitri likes to be in the spotlight. I'm blown away. Everybody is cashing in on the commons business. And Daddy Dima is like a guru. Are there guidelines for Commentaire to use it? Can everybody use it? Да, любой человек может использовать Commentaire, да. Also with Commentaire, it's hard to know what is fake and what is real. Mm-hmm. Do you see this as a problem? Нет, я не вижу в этом особой проблемы. Ну, хотя, наверное, проблема есть, потому что люди всегда стремятся быть лучше, чем они есть. Ну, вот, может быть, какая-то проблема есть. Кому-то из людей тяжело видеть от других, от фотошопленных людей, возможно, да, с большим количеством подписчиков. Может быть, у кого-то это и неправда на самом деле. Поэтому, ну, вроде как проблема есть, но бывает. Мне до нее особого дела нет. But there are no rules, like politician can use commenter, right? They can. То есть нет такого... Да, могут, да. Комментатор, он вне политики, на самом деле. Он просто он инструмент. То есть он и неплохой, и не хороший. Он, ну, как меч, да, мечом можно рубить людей, а можно... Не, как нож. Ножом можно убить человека, и ножом можно резать хлеб. Но он каждый пользуется им так, как хочет. For me, I'm personally a bit scared that because Instagram is so popular and there are so many ways to hack the system, that it's getting out of control, that everybody who pays can send into the world whatever they want. Возможно, так же, как и Facebook и другие социальные сети. Ну, ничего не поделаешь. Yes, is it the same for Facebook or any other social network? What can we do about it? Yeah, what can we do about it? Что мы можем сделать? Это вопрос. У нас в России так далеко не думают. No. We have too much problem without this. Er is niks dat je denkt, nou, ik verdien er geld mee, ik verkoop wat mensen willen. Maar je verkoopt ook gebakken lucht. Ik weet het niet. Ik kijk er niet heel zwaar tegenaan. Eigenlijk heel plat gezegd, maakt het me niet zo heel veel uit. Ik verdien daar gewoon geld mee en dat gaat goed. Ja. Ja. En zou je kunnen zeggen dat je er miljonair van bent geworden? Ja. Serieus? Ja. Goh. En ik kan je vertellen dat als er over een jaar een ander platform uitkomt, een nieuw soort Instagram, dat ik een van de eerste zal zijn die ook daar weer op dit soort dingen gaat doen. Want er blijft altijd vraag naar. Waar blijft de vraag naar? Naar status. Instagram zegt hier niks over. Ja. Dit is niet algemeen bekend. Hoe kan dat? Kijk, Instagram verdient natuurlijk ook geld. En dat doen zij door middel van een advertentieplatform. Maar als een adverteerder erachter komt dat ze aan het betalen zijn om hun advertentie gezien te laten worden door robots, dan wordt de advertering niet blij. Dus die gaan dan niet meer adverteren op Instagram. En dus wordt Instagram niet blij, want dan verdienen zij geen geld meer. En ik denk misschien dat Instagram daarom dat liever niet uitspreekt. Omdat het namelijk een gigantisch lek in hun systeem laat zien. Procter & Gamble, producer of razors and diapers, has already withdrawn 85 million euros of Instagram advertising money because they're not sure if they're reaching real people. Instagram is worth $10 billion and is still growing. But for how long? Hier zit het kantoor van Instagram. We gaan nu proberen om te kijken of we met iemand daar kunnen praten. Hi. No filming in the lobby? Nope. All right. We were trying to get in touch with them because we sent emails and we called, but there was no way we could get in contact with Instagram. But what company are you? You say you work from? We're from the public broadcast. I'm a journalist from the Netherlands and I'm making a documentary about Instagram and the industry behind it. And we're doing some research about the bot industry and the fake accounts. And we were really hoping Instagram would talk to us about that. They're only willing to
contact the press officer is through press@fb.com. But we did that already and nobody's responding. And then you have to keep trying through there, otherwise we cannot put you in contact with anybody else. This is not really transparent. And I had to escort you out the building. Okay. So much for talking to Instagram. The door stays closed for us, while it's wide open to fraud. Mark Zuckerberg once said, "By giving the people the power to share, we are making the world more transparent." But I'm left with so many questions. What is popular? And what was made popular? What is real? And what has to look real? These questions can hardly be answered. What does that do to us? It makes me feel discouraged to see where this is going. We are teaching younger people that it's okay to cheat, it's okay to be dishonest. Dishonesty is rewarded, honesty penalized. And that's not good for society, which society already has issues. And if you teach young people that dishonesty is the norm, it's not right, because right now cheating is the norm on Instagram. That's not just Instagram anymore, it's life. It has 1 billion users. 1 billion users, that's what, a seventh of the population? It's a shitload of people. Like, it's not just Instagram anymore, it's a place. It's almost a physical place. I'm a slave to the system as many more other people. But I try to fight it, even if I can't get out of it yet. It's like an abusive relationship where the man in your life beats you every day, but you still stay. Dicevo che abbiamo appena finito di filmare e quando sarà pronto il documentario io farò sapere. Instagram was once a nice app for sharing photos. What I see now is a facade. Behind it, we are mostly fooling ourselves. Oh. Oh, wow. Oh, wow. It looks really real. Instagram is one big circus. The algorithm determines who's popular, and that popularity can be bought. Instagram wants to show the community content that matters to them. Now, if they think that there's a piece of content that matters to a community of people that are liking and commenting on it, they're going to show you that content. So you can make things popular. You can make things popular. Yeah, you can artificially manufacture popularity. Instagram is oftentimes a layer for people's news. You can ask like teenage girls, and the first app they open in the morning is Instagram. They're getting their news from Instagram. I mean, the pessimistic view is the decline of trust. That's the pessimistic view here. It's like you can't trust anything that you look at, you see, you view, any of that kind of stuff. That's really what the pessimistic view is in this case. Faking is big business. Influencers, 15-year-old selling fake accounts, Russian housewives and our masked trader are making good money out of Instagram. Meanwhile, trust is fading away. And the party continues. My ears and believe in you, but I just can't.